Yeah.
Was het te doen? Op 0 dB? Lukt het op 0 dB? Lukt dat nog op 0 dB? Die versterking? Ja, ik heb niet een goed gevoel voor de audio te doen. Wat zeg je? Audio. Nee. Ik heb het over versterking van de video. Oh ja, ik heb nog 6 dB. Ja, anders heb ik geen flexibiliteit. En dan heb je alleen goed licht met het allerhoogste licht. Thank you.
Op deze eerste Stijn dorpsavond. Zomaar een streek, want in die streek zit natuurlijk hars, daar zit het goede haar, daar zijn de plek van de snaren, de juiste viool, maar vooral de juiste druk, de juiste beweging, de juiste overbruggende gedachte van daar naar daar, maar daartussenin zit iets wat onaanspreekbaar is en wat blijkbaar muziek is. Dit is een ongelooflijk summere beschrijving van de duizenden dingen die tegelijkertijd gebeuren als je... Should I speak English? Nee. 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 Jullie spreken allemaal Nederlands. Ja. Nou, je begrijpt vaak maar na afloop. Die duizenden dingen die tegelijkertijd gebeuren, zorgen dat dat geluid echt klinkt. Dat er iets gebeurt wat eigenlijk onuitsprekelijk is. Dat noemen jullie uit muziek. In de elektronica zijn we nog niet zo ver. En dat is ook maar al te vaak te horen. We zijn al wat verder. We kunnen al ongeveer 4 à 5 dingen tegelijkertijd besturen. Maar dat is erg armoedig. En dat hoor je ook in het geluid. De complexiteit van het elektronisch geluid kan enorm zijn. Maar de manier waarop wij die complexiteit beheersen... wordt nogal beperkt door wat er tussen ons en die elektronica in zit. En dat zijn normaal imitaties van kerkorgelklavieren en alle andere martelwerktuigen die nu bedacht worden om toch een stukje verder te komen. Ik wil toch wel zeggen dat ik daar heilig in geloof dat je dit probleem kan oplossen.
zal nog wel even duren. Het idee dus dat je door één vinger hierop te plaatsen, al die verschillende knopjes tegelijkertijd kunt veranderen. En door harder te drukken, door een andere plek te kiezen, dus op een hele simpele, intuïtieve manier een beetje in dat web te peuren, dat je op die manier dus muziek kan maken, is denk ik heel belangrijk. Omdat iemand die namelijk helemaal niets begrijpt van wat er achter al die draden zit, kan gewoon op de tast zijn of haar weg vinden in die geluiden. En op den duur daar ook handigheid in ontwikkelen. In een klein webje of in een groot web. Er is een aantal jaar geleden ook in een Zweeds bos tussen bomen een enorm web gespannen. Waar in iedere boom een luidspreker ging, waar bepaald geen vogelgepiep uitkwam. En alle bezoekers komen daarin. Dus dit is wel erg groot, maar het is nog groter. En kleiner dan dit is er niet, maar dit werkt dus ook niet. Het kleinste web wat er op dit moment is, is dit. En dat is een idee wat ik al een aantal jaar geleden had gemaakt, maar waar ik eigenlijk zelf niks in zag. Omdat ik die handen aan verslaafd raak. Dat is ook weer zoiets. Want als je je techniek alsmaar blijft veranderen, leer je instrument nooit bespelen. Maar als je dus dingen wil uitvinden, ben je dus geen goede muzikus. Of, nou ja. Dus ergens moet je op een gegeven moment zeggen, stoppen. Dus degene die dadelijk het web demonstreert, ben ik ook helemaal niet zelf. Een pikant detail is dat dit web gisteren eigenlijk voor het eerst is bedraad en klaar is gekomen. Jorgen mag nu even opstaan. Ik wou alleen maar dat ze deden de regering niet om dit buiten te blijven. Nogmaals. Hij heeft gevraagd of hij niet goed te zeggen had. Dat is een ongelooflijk klein, precies pieterpeuterig webje. Het merkwaardige is dat ik uitgerekend door mensen in het Eerkam ben gestimuleerd om het af te maken, om het op te bouwen. En aangezien dat in Parijs is, dacht ik aan accordeons. En mijn vriendin heeft gezegd dat ik het ook eigenlijk uitklapbaar zou moeten kunnen maken naar twee kanten. Met draden daartussen, zodat je meer van ritme krijgt. Maar dat kan wel met de handen. Dus ik heb iets voor. Ik word ook een dagje ouder en ik heb wel pijn in mijn schouder van het spelen met die handen. Dat is zo veel bewegen. En ik kan het allemaal heel klein en fijn. Dus, maar voorlopig speelt Frank hier vanavond op. En die is daar. Wat dus grappig is, is dat het één dag klaar is. Dat Frank wel deed. En hij is eigenlijk programmeur, helemaal geen muzikus. Hoewel hij dat zeker thuis wel doet. Maar het is een repetitieve muziek. Maar hij is de enige die nu weet hoe het werkt. Het lijkt me best als iemand in zijn mond houdt.
dit instrument kan dus geprogrammeerd worden doordat er een computer in zit. Het Sensor Lab genaamd. En nou, we toch bezig zijn met applaus. En Peter Kost is hier toevallig vanavond. Is die ergens? Dan tenslotte over zou hebben, is het programma Lisa, dat
staat voor Life Centering. Dat is door Frank en mij in ontwikkeling gebracht. We zijn er al mee bezig. Als het goed is, dan blijft het werken vanavond, maar dat is nog niet helemaal zeker. In principe gaat het erom dat als je denkt aan iets wat in deze tijd moeite waard is, dan is dat het directe. Dus niet dat afstandelijke, ver weggen, maar juist dat we hier staan en dat we zitten en dat je daar iets mee kan doen. Dus de tijd dat je met een synthesizertje in je tassen naar een concert toe gaat, is wat mij betreft een beetje voorbij. Vooral die synthesizer waar dus al die klanken in zitten die jarenlang voorbereid als een soort familiewereld om je heen. Van oh, op dat moment die en dan daar en dan heerlijk in die routine terechtkomen. Nee, wat is er aardiger om de computer inderdaad te zien als een leeg pad, waarnaast een grote rekenmachine staat die van alles met dat vat kan doen. Wat wij dus nu gedaan hebben, is we zorgen dat dat geheugen van de computer zoveel mogelijk beschikbaar is om geluid in op te nemen. Dus dat kan heel direct, kan dat misschien ook een kwestie van de informatie. Geluid in woorden opgenomen en dan kun je het eigenlijk ook weer. Geluid worden opgenomen en dan. Nou, er gebeurt al gelijk weer een hele hoop meer, want er is natuurlijk een synapse mee aan de hand. Het principe is dus dat dat geluid gelijk in de machine wordt gestopt en dat je dan een hele hoop van dat geluid op een rij hebt in dat geheugen. En wat je dan kan gaan doen, is dat geluid gewoon gaan afspelen, zoals nu gebeurt. Bijvoorbeeld heel laag, langzaam er doorheen gaan, of tegelijkertijd onder een andere toets gedrukt, een snellere afspeelmanier. Je kan het ook omkeren. Bijvoorbeeld. Geluid in woorden opgenomen en dan kun je het al toepassen, want dan weet je het niet meer. Geluid in woorden opgenomen. geluid in niet wel. Geluid in woorden opgenomen. En alles wat ik doe is op één knopje drukken en die verandert alleen maar het afspelen. Dus je kan aardig ontmaskerend naar iemands gepraat luisteren door alleen maar een beetje heen en weer te spoelen. Je kan er dus ook natuurlijk muziek mee proberen te maken. Zingen. Het is hier mogelijk om gewoon een heel lang geluid achter
achter elkaar in dat geheugen op te nemen. En daar gewoon aparte stukjes van te spelen. Ach, dus bijvoorbeeld taart, 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 taart. En op die manier kan je dus een heel ander soort muziek maken. Je kan dus ook toch heel modern doen. Maar je kan ook hele andere dingen doen. Je kan ook bedenken dat als je nou een heel klein stukje afspeelt en dat alles maar zich laat herhalen, dus zoals deze herhaling vrij lang is, je kan die herhaling dus korter gaan maken. En vervolgens kan ik die herhaling door dat geluid in aan te weven. Zal ik iets langer maken zodat het geluid ook herkenbaar is even? Dus hier stonden dus nog een paar oude geluiden in het geheugen. Dit instrument bouwt dus ook een historie op. Dit is van een concert in Italië. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar een tijdje geleden. Ik heb zo graag geschiedsvervalsing doen. Dat betekent dat het echt historisch is kunnen worden. Dat is een simpel doekje. Maar wat we ook in het programma hebben gemaakt, is een manier om een aantal van dat soort doekjes achter elkaar te zetten. Maar die verschuiven allemaal. Dus dat doekje staat eerst op één plek, dat springt dan naar een andere plek in het geluid, gaat dan weer daar naartoe, dan weer hier naartoe. En haalt dus op die manier ook al uit dat sample wat je in het geluid hebt, verschillende delen. En dat kan je ritmisch organiseren. Dat eigenlijk is dus alle timing van dat patroon is te programmeren. En ik laat nu gewoon een paar van die patronen horen. In feite is dit zo. Is dit precies hetzelfde wat ik daarnet deed, met het verschil dat hij nu vanzelf door dat sample heen loopt. Wat ik dus daarnet met mijn hand hier stuurde, door de afstand tussen twee handen te veranderen, gebeurt nu automatisch. Dit afgetast is dus.
steeds andere verspringingen en looplengtes plaatsvinden. Dus verschillende vergrotingen van een microscoop zou je kunnen zeggen. Thank you.
doorway in the room. What you can do about it, because Steinhardt is invited. Officially, we can't give it a name because we get problems with the tax people. And but she'll be here for at least a year. We hope a bit longer. To
help select the projects that people apply for, to bring in other people, to have projects start that might also go in the direction of developing instruments made for the stage, real performance instruments that control visual art. Steiner has done things like this for ages. So it's not new at all. It's new. I'm being asked to bring in graphic video visuals, and that's correct, because this thing all belongs together. It was the most interesting thing when I studied the video to realize that it was the same now that we were dealing with frequencies and voltages in video as in music. And I always conceived of those two to be the same material. It doesn't happen in the same realm exactly. Music is much lower than video, and video has this big problem that it's always a clock to do that every signal field has to be constructed into frame, which interferes with the musicality of it. And as we all know, that we can see the flicker. I mean, that we can see the flicker of movies and of videos, European videos, American videos. And in the beginning, you can't, but if you have looked long enough, you acquire this idea of always seeing it. And I wish there was a system that had such a high refresher that you wouldn't see it, because then it would become like music, because music has infinitely high refresher, because there is no refresher. Any comments on that? Well, MIDI and synthesizers has a fixed resolution of steps, like in many other digital sound sources. In a way, then it's also limited. Yeah, it's that's not true. Analog. But once it went out of the analog into the digital, it became discrete as well. And we are fighting it. But in video, it is given this discreteness ahead of time, so it's a continuous fight always. But I want to show you a video a little later where I make exactly use of this. I did this video 20 years ago with me and my husband. We work sometimes together, sometimes not. And we decided to make the most of it, but there is a flicker. So it's a flicker movie. Are there any questions? Any comments? Do you want to go? No, I was looking at this tape the other night and saying it's somewhere. Yeah, it's Joel's fault that I'm showing it. Yeah. My selection. Well, yeah, we chose for two reasons. One, it's a really tough tape. It's like marching on it. But the other reason is that it deals with the materiality so much of it. Because the stuff that really is electronic conditions. Have to think about all the time, which is how to connect with the media itself and the camera itself. That video just doesn't have frames that you can touch. So, Michelle? A question? Oh, yes. I have a question. Is there any relationship between sound and image? Any relationship between sound and image? Yeah. Would you mind answering your question also? Yes. What do you mean by relationship? Do you think it needs to be constructed together, time-wise, for instance? It doesn't need to. I almost always do, because I don't see them as separate. We don't separate them here. You see my lips move and you hear the sound. It doesn't come as two discrete things. So it's very artificial when they're not together. But that doesn't answer your question. Can you answer it? Well, there is the thing that always struck me as different about sound and vision is the dimensionality.
interesting about that is you can turn films around, videos around, you can turn the frame, you can turn the monitors, you can look at it, you can tip your head, and then there's no correlation for that sort of experience. I can't think of anything like that, and that seems to be the single difference. The fact that you can rotate images, you can't rotate spatialization. Yeah, spatialization, you can rotate it, but I mean, it doesn't have the same sort of thing. It's the closest you can get. Is there any such thing in audio as a digital microphone and digital speakers? Yeah. It exists? Digital microphone. Digital speakers. What does a digital microphone do? Just one image is the image that I've directed with the source. Built into the microphone. What would you mean by the microphone having a screen? Yeah, it's unthinkable, isn't it? Because sound is in waves, sound is so analog. And I don't actually know how it is in video. It hits the chip, but it could be probably a fully digital image. There are digital. Yes, digital. But pixels themselves are bits of images. It's quite common to think that you get a lot of Japanese cameras. Even if it's an analog camera, the image capture. So when we get the digital speakers, they will be in your pocket. You can just take them with you on a flat chip like that. And that's what they're waiting for portable speakers. It's a nice fantasy. But I think I'll like to play the video. Is that okay? I've been soliciting questions for 10 minutes and nobody has... Have you worked with vector graphics? You were talking about frames and videos, but there is also vector graphics, like continuous images. Have you tried this topic? Yeah, like waveform vector graphics? Or yeah, for example, the... Yeah, I have the green tubes, and they also have an old synthesizer, which is not strictly vector graphics, but it takes the video images, and the device is into X, Y, and Z. Because I read in a book in Russia, in Kazan, that all these people who did this game, basically they had very basic tools, so they used this oscilloscope and they projected they monitored the waveforms of the sound, and then they attached a video camera to it and connected it to some video screen. So in that way they could sort of continuously influence the could put two things together, continuous waveform of the sound, yeah. You put them directly to the video camera, which would modify the picture in a certain way. Very direct, very analog connection. Very nice. Yeah, you did that in the early days, connecting analog synthesizers to the vertical horizontal sensor. Yeah, we sort of did it all. Yeah. It was a passion to make sound images and images out of sound, or to use the same source to make both images and sound. And that is what's interesting, that you can never really do them both perfectly. You can maybe do one perfectly, but there is no way to be able to pay attention to both. And so one always seems to suffer. Stan, I can imagine a group on stage where some people have contraptions like this or other instruments, and some of them play sound and others play image. Yeah. What would be the difference from playing image live and developing a virtuosity? What you as being a violinist, yeah, and an image player, yeah, can you describe if there is some kind of difference for you? I was thinking about it when I was seeing you playing, because I do something similar in that I play the violin and steer images to go fast and slow backward forward and things like that. But they are
mean, it's feasible, but it takes a lot of memory, so it's very expensive. But I was envying the wall. Instead of, see, you used to work with pre-recorded sounds, right? And bring them with you to the podium, and now you can take them out. So I'm at the stage where I can take a pre-recorded video and move them around. But for you, is there a difference in thinking about the way you handle your bow for the music or handling the bow for the image? Is that possible? In my case, I just forget about the music when I look at the images. There is no way that I would be able to make any musical sense. And for me, it takes over anyhow, the visual. As I said, at least my brain cannot track for. So I set up the sound rather to be sort of pre-recorded before and believable and not musical. Sorry. it's strange. I have the same problem when I'm playing. I have to close my eyes and space out my vision to be able to listen. And if I look at the TV monitor, it always pulls me away from the sound of Mr. Sheldon. I wonder how it will be if a group like that will be on stage, because I guess that the visual artists might just look around. They can't just play their instrument with their eyes closed like those musicians. Exactly. But the musicians might not look at the image, or might they use the image as a kind of score? Or yeah, that's for sure. I play string quartets, and we always have two like stop from the page, you know? And I'm just thinking of this. How stupid is it? Scrolling monitors. Scrolling paper. Yeah. Scrolling paper, and then just, you do it with your foot or something, just slow it down and speed it up, you know. So you never have to turn a page. And it's strange, you know. I mean, the whole symphony orchestra, they should now be sitting in front of little blinking monitors and they're playing. Well,
reason we have a different set of mental apparatus for analyzing one dimension and two dimensional images. Why do you think sound is one dimension? I think sound is so many dimensions. Well, it's so many dimensions, but it's in fact only perceived as a single dimension. And that's what's interesting about data sonification is that you're able to represent more dimensions of data in a way that are single dimensions of feeling. Far more than any image. Well, yes, no, I think it's a different way of representing. It's as if when you think about hyper-dimensional objects, which you collapse into two dimensions, so you look at something just like you look at a three-dimensional cube on a TV screen. And you imagine this third dimension. And by rotating this stuff in this flattened out space, you get to look at certain relationships of neighborhood between the sound, between the images. But when you do it in sound, you have a totally other way of hearing the next space. I think calling that one dimensional though is not a reduction. But there is that difference. I mean, it comes. Comes down the wire one dimension. But on the other hand, for instance, you can be hearing several sounds at once, and their dynamic relationships are changing, and their perspectival relationships are changing at the same time. And that's something which can be operated upon dynamically for a musician in a way that can't be done with images at all. Exactly. And I think it also has to do with the way that we remember stimuli from the visual or the oral sense, for instance. Recognize what your face looks like in a fraction of a second, whereas to recognize a piece of music takes a little bit longer than that because of what's tied to a certain unfolding. Well, I think that memory is the means by which we unfold this one dimensional stream. In other words, we record it one dimensionally and then unfold it by means of memory. It's compressed into this one. So is an image, Well, no, images are Sorry, one more.